gaat draaien zoals bij de Elro Stage van Tomorrowland. Dat is een gaaf wat. Heb je geplast? Allee, laat je lekker. Die zich alle vijfde dagen van ADE huisvest in de technobunker van Nederland, oftewel de gashouder. Elk jaar vind je op een van de dagen Joris Voorn en Friends. En daar waren wij bij, zoals je zojuist hebt gezien. Joris Voorn en Friends is meestal het mildste feestje van de vijf die ze aanbieden. Het meest melodieus, het meest toegankelijk van alle vijf de avonden. Naast de vijf avonden heb je er ook eentje overdag op zaterdag. Dus als je niet zo van de late uurtjes bent, kan je hem ook een keertje overdag pakken. Awakenings, eigenlijk Sensation, Mysteryland, Tomorrowland van de techno. Oftewel, veel show, veel lichten, veel lasers, veel vuurwerk. Dat is wat je kan verwachten van Awakenings. Maar wel in een gigantisch industriële bak, namelijk die gashouder. En dat zorgt ervoor dat je toch nog een beetje dat techno-gevoel houdt. In zo'n industriële bunker. Dus als je nou een keer een technofeestje zoekt met wat meer show-element, dan is Awakenings het uitgelezen feestje om naartoe te gaan. Dat merk je ook wel aan de sfeer en dat merk je ook wel aan de mensen die erop afkomen. Het is niet het gehuisveste technopubliek, maar je merkt wel aan de mensen dat ze ervan houden. Het is geen sfeer die super losgaat, maar het staat ook niet stil. Dus mocht je nou een instapje zoeken in de techno, is zeker de avond met Joris Voorn een goede beginner, omdat het allemaal wat milder en toegankelijker is. Er staat natuurlijk tegenover dat het een wat duurder feestje is, want vrijwel alle artiesten die je tijdens ADE op Awakenings kan vinden, vind je in diezelfde week in een wat kleiner, intiemere setting ergens anders in de stad. Dus als je echt voor de artiesten gaat, raad ik je aan om een van die andere feestjes te zoeken en voor de intieme technosfeer te gaan. Maar wil je het een keer groot en toch eens een gigantische vette industriële hal meemaken, dan is Awakenings echt wel eentje die je kan meepakken. Wij hebben in ieder geval een hele vette avond gehad en daarom geef ik het een 7.